ga dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. Straks stonden we al in het Helder in Overloon en nu zijn we in Venray beland in het Venrays Museum. Buiten is natuurlijk van alles te doen, maar hier is Wilbert Jeuken die 11 jaar geleden misschien wel aan de wieg heeft gestaan van Scheiden aan de Grens. Klopt dat, Wilbert? Zeker aan de wieg gestaan. Het stond pas geleden nog in Limburg. Hai Bos, Jan Fleurkes en ik zaten met de kermis bij de klokkenluider. En hij kwam net van Oerol af. En hij zei van, kunnen we zoiets hier ook niet in Durp doen? Van zo'n soort festival proberen hier in Durp ook te krijgen. Dat is precies te zien 12 jaar geleden. En in 2012 en 2015 hadden we pas de eerste editie. En ook eigenlijk van nu het gegeven van dat we gewoon proberen daar hebben we ook de centen natuurlijk niet voor, om te proberen het echt van onderuit te laten ontstaan. Dus we zijn begonnen met allerlei kernfiguren in de dorpen te benaderen, om te vragen of ze met ons met wonen werken, of ze met wonen doen. We hadden natuurlijk weinig centen. Op die manier zijn we ermee begonnen. En dat mondde toen uit in een route die we uitgezet hadden, à la wat bij Oerol ook gebeurde. Eigenlijk veel te groot, wat je niet in één dag kunt behappen, zeg maar. Maar toen hebben we ook al heel erg veel mensen hebben erbij kunnen betrekken uit de regio. En een van de belangrijke dingen die toch zeker gezet moet worden in zo'n verband, en dat blijven we eigenlijk gewoon steeds zeggen, wat is gebleken? We zien achter die voordeuren gaan kijken hier in de regio. En gaan zoeken naar mensen die op muzikaal gebied, kunst, cultuur, noem maar allemaal op, zang, die iets konden. En die zien we gewoon benaderen en hebben gevraagd of die met wonen werken. En dat was verrassend en dat is eigenlijk alleen maar verrassender geworden door die 10 jaar dat we nu bezig zijn. Je denkt dat hier weinig mensen zien die capaciteit hebben. Je denkt dat er weinig mensen zien die met elkaar verbonden willen werken. Dat is juist het grootste resultaat van dat hele scheid aan de grens van wat we nou gedaan hebben. Is van dat we die mensen bereikt hebben. En dat die elkaar hebben leren kennen. Volg willekeurig iemand die bij Scheiden aan de Grens betrokken is en vraag hem of je nee mensen hebt leren kennen de afgelopen jaar, dan zul je volmondig jorgen huren. En dat is eigenlijk een van de echt belangrijkste doelstellingen geweest van dat hele Scheiden aan de Grens. Qua kunst, wat je nou ziet hier, dit is wel overigens een heel mooi voorbeeld. Want hier hebben ze een soort open oproep voor gedaan. Daar hebben een 50-60 mensen hebben daarop gereageerd. Met hun kunstje, met hun kunstwerk.
Dat hebben we bekeken en kieken of het paste. Alleen, we moeten namen hebben. We moeten namen hebben van mensen om ze aan te spreken. Om te vragen of het past bij bijvoorbeeld een activiteit van wat hier plaats zou je kunnen vinden. En die namen moeten we hebben. Die bereikte niet met een advertentie in de krant zetten of wat dan ook. Dat bereikte dan niet met. We moeten die namen hebben. Dus bij deze een oproep, om Venray, van laat een naam huren. Zeker als je een beetje geïnteresseerd ziet om iets op het gebied van cultuur, kunst, muziek, wat hier past in deze setting, om daar iets mee te doen. En dat zou je geweldig mooi zien.